Waarom heeft u samen met de SP een platform Zorgen voor Amstelveen opgericht? Omdat er een heleboel mensen zich ook echt zorgen maken op het ogenblik voor de bezuinigingen die eraan gaan komen in de zorg. En die zijn zo verschrikkelijk drastisch dat we gezegd hebben, ja, dat kun je eigenlijk niet aanvaarden. Het zijn alleen rijksmaatregelen. Dat betekent, wij moeten ze uitvoeren in Amstelveen. Maar ze moeten nog aangenomen worden in de Tweede Kamer. Dus het is het moment om te zeggen, hallo, wij zijn bewoners van Amstelveen en wij gaan hier tegenin. Wij moeten als Nederlander allemaal gaan bezuinigen. Wij zeggen alleen waarop en wie draagt de zwaarste lasten. Waarom zijn wij landelijk allemaal hetzelfde? Wij hebben een eigen gemeente, eigen bevolking, eigen wensen. Laat ons dat nou zelf doen. Dat gaan wij zelf, kunnen wij zelf in de gemeente. Want ze gooien het naar ons toe. Ja. Wij moeten het uitvoeren in de gemeente. Uh-huh. Met minder geld. Ja. En dan zeggen ze ook nog waarop. Ja, dat gaat even te ver. Zorgen voor Amstelveen. @gmail.nl. Dinsdag 19 hier in de Meent om 8 uur gaan we verder, gaan we het opstellen met allerlei organisaties, instellingen, zorginstellingen, maar ook particulieren.